Er wordt bovenin driftig gemorst aan punten. Dat betekent dat zowel Katwijk als de Treffers allebei nog in kampioensrace zijn. De Treffers heeft er natuurlijk wel eens beter voor gestaan. Katwijk is eigenlijk in een opwaartse lijn bezig. Het eerste schot is van de thuisploeg en is van Kampman in de handen van Jean-Paul van Leeuwen. Zo lijkt de Treffers in elk geval het initiatief te hebben. Maar elke keer is Jean-Paul van Leeuwen eindstation van pogingen van de man uit Groesbeek. Ook nu was het weer Kampman die de kracht dan niet kan meegeven aan het schot. De eerste wedstrijd dit seizoen tussen beide ploegen eindigde in 0-0. Dit is een aardige aanname. Sterker nog, dit is een goede combinatie. En dan is er nog altijd weer Robert Suzan. Wat is hij toch belangrijk voor Katwijk. Balletje wordt magnifiek werkelijk opzij gelegd door Deskunst. En het is 1-0. El Azouti weer op de bank. Suleiman staat nu in de punt van de aanval. Is de laatste weken natuurlijk ook van groot belang voor Katwijk. Dat steeds beter gaat spelen. En kijk eens wat er hier gebeurt. Ja, Deskunst. Hij is uit Zweden gehaald. Eigenlijk als opvolger voor El Azouti voor volgend seizoen. Omdat die naar Spakenburg vertrekt. Maar hij brengt de fans nu al in vervoering. En zo na 27 minuten leidt Katwijk in Groesbeek met 2-0. Dan moet er een antwoord komen en dat komt er niet. Het aluminium wordt geraakt. Het is niet eens van zo heel ver weg, maar Jordi Thomas heeft wel eens een betere serie gekend. Als het gaat om het maken van doelpunten. Suzan met de lange bal naar voren. Oeh, daar mis. En dan onmiddellijk profiteren. Ja, het is weer een doelpunt. In de competitie is het zijn vijfde in 4 wedstrijden. Mukhtar Suleiman, ook hij gaat volgend seizoen de kleuren van Spakenburg verdedigen. Maar zet hier Katwijk op een prachtige 3-0 voorsprong. Er moet toch eens een keer een antwoord komen. Nou, hier, korte hoek gevonden. Fleiter. Kevin Fleiter met de aansluitingstreffer is misschien wel wat veel gezegd. Maar hij maakt hem wel daar in die korte hoek. En laat Van Leeuwen kansloos. Het is de 77ste minuut. Er is nog tijd, zou je zeggen. Van Leeuwen, één vuist. En weer Fleiter. Maar we zitten al in de 93ste minuut. Dit lijkt te laat, deze aansluitingstreffer.